Maan, de getalenteerde 27-jarige zangeres, verrast haar fans na maanden van stilte met de aankondiging van een gloednieuw nummer. Paranoia zal vanaf donderdagochtend 8.30 te beluisteren zijn, zo werd bekendgemaakt in de digitale editie van Fok. Na een zomer vol optredens op verschillende festivals viel Maan lange tijd stil, maar nu laat ze eindelijk weer van zich horen. De afgelopen maanden zijn voor haar een periode van reflectie geweest. Verloren in het verkeer en omringd door de verkeersborden in Japan. Werd me één ding heel duidelijk: misschien is het tijd om een andere richting in te slaan, vertelt Maan openhartig aan het blad. Het stemmetje dat ik zo lang heb weggedrukt, krijgt eindelijk ruimte om te spreken. Het is niet dat ik mijn oude muziek niet meer waardeer, maar ik ben gegroeid en mijn muziek groeit mee. De zangeres benadrukt het belang van zelfreflectie, vooral in een wereld die constant lijkt te bruisen van activiteit en geluid. Soms is het goed om uit te zoomen, terug te gaan naar de basis. Naar wat je innerlijke rust brengt, legt ze uit. Of dat nu betekent dat je een pauze neemt, op vakantie gaat, of gewoon thuis tot rust komt. Het betekent niet dat het slecht met je gaat, integendeel, het betekent dat je bewust kiest voor wat er echt toe doet. Eerder dit jaar hint de maan al op nieuwe muziekprojecten, en om zich daarop te kunnen concentreren, heeft ze besloten deze zomer niet op te treden tijdens festivals. Desondanks wordt haar eerdere werk nog steeds gewaardeerd en bekroond. Onlangs ontving ze de Q Music top 40 woord voor haar hit stiekem, die werd uitgeroepen tot grootste hit. Maan, die in 2016 doorbrak na het winnen van het zesde seizoen van The Voice of Holland, heeft inmiddels een indrukwekkend repertoire opgebouwd, met grote hits als ze huilt, maar ze lacht naar de maan en niks is heilig. Met haar muzikale evolutie blijft Maan bewijzen dat ze een krachtige stem heeft, zowel letterlijk als figuurlijk.